Het is mooi geweest, de dagen en de nachten, het eindeloze wachten. Het is mooi geweest, tussen jou en mij. Het is mooi geweest, de mailtjes die we sturen, telefoontjes die lang duren. Het is mooi geweest, maar alles gaat voorbij. Alles gaat voorbij. Alles gaat voorbij. Hallo allemaal, welkom weer bij Minecraft. Goed, zoals jullie links en onder kunnen zien, is er een nieuwe update van Rise Minimap. En dat vind ik ook hartstikke goed. En de bomen zijn allemaal gegroeid. Nog beter. Ik denk dat ik na deze aflevering Rise Minimap heb geüpdaten. Goed, ik weet niet of ik spullen in mijn hand had. Nee, is ook. Die staat nog steeds aan als ik iets opstart. Nou ja. Zit hier nou iets in? Ja. Deze wil ik hebben. Deze en deze. Oké, mijn bel ook. Goed. Volgens mij pak ik nu onder de verkeerde texture pack. Dus dat ga ik even fixen. Tot zo. Zo, nu gebruik ik dus wel de goede. En ik ga direct voor jouw boom maken. Zo. Oké, dat was heel even schrikken. Want een boom groeide net naast me. Ik heb allemaal weggehaald voor saplings. Ja! Oké, een boom daar. En stond er ook hier op het puntje nog een boom. Ik heb alle bomen opnieuw geplaatst, geplant. Of ja. En dan natuurlijk omhoog. Zo. En het begint donker te worden. En, nou. Oké, dan kunnen we nog voor twee. Plant ik hier. En hier. Even kijken dan. Ik weet niet wat ik hier wil gaan doen. Ik ga hier denk ik een heel project zitten maken. Ik zou een heel project beginnen. Wat het project zou worden, dat weet ik zelf nog niet eens. Dus. Ik denk wel dat ik met sandstone word, maar ja. Wat dat precies zou worden, weet ik ook niet. En dat had ik al een keer gezegd. Zo. Kijk, wat zou ik met het hout gaan doen? Ik heb steenkool, oké. Tja.
ging ik maar eens op jacht gaan naar mobs. Nee, ik ben eerst even eten gaan koken. Dat is gedaan. Ik heb hier rauw rundvlees. En er is dus een ding gegroeid, die sta ik ook direct ervoor. Kijk, deze zal ik morgen gewoon in mijn huis en zo doen. Suikerriet heb ik nog nooit geplant. Dat is nog niet geplant in deze serie. Suiker kan hier doen. Ja, kijk eens aan. Zo. En deze. En dan mobs zoeken. Daar is een varken dus. Daar ook schapen. Ik zie zelfs een koe. Twee koeien. Ik zie nog een varken. Nog eerst die koe. Kip. Hé, hey. Die legde dus net een ei. Ging ik dit helemaal overdekken. Het hout is ook een kobbel. Want wat ga ik doen? Het zou wel leuk zijn. Kijk en dan... Mops. Daar. Schaap. Er is anders pand raakt nog niks. Oh. Dat was dus even een foutje van mij. Kom ik er buiten om schapen. Een paar aardige wezen te vermoorden. Blijkt dat ik het gewoon een paar aardige monsters eruit sta. Faal. Dan loopt daar een creeper. Creeper die in de sneeuw gespeeld heeft. Wow. Nou. Oh, skeleton. En spin. Daar is die, je goede vriend. Hoppla. Nou ja, ik heb net ook mijn Free Zoo opgenomen. Nou ja, net. Vandaag in elk geval. Vanmiddag of zo, vanochtend. Ik weet niet meer wanneer het was. Maar goed, die moet ik ook nog uploaden. Dus dat doe ik zo meteen ook wel. En hoe lang zou deze aflevering nog weer duren? Dat weet ik eigenlijk allemaal niet meer. Zullen we toch weer even, auw, moeten terugkijken. Hey, een boog. Van die skeleton. Kijk dan wat er eentje zit. Een normale, jammer. Oh. Ik heb al dat ze een enchanted bow gehad. Nou, pijlen zijn op. Nou, zo denk ik nog wel wat meer pijlen.
skeleton. Auw. Doe me pijn. Ik mis in het water gekomen. Jammer, maar helaas. Zombie! Nee, die zombie. Die zombies zijn echt een beetje stout aan het worden. Ik kwam net een roepje af. Ja. Ik ben er een beetje bang van. Zombie, ga weg. Skeleton. Ja, disk. Mijn. Oké. Okay. Ik heb dus nu een disk. Dankjewel, Skeleton. Dankjewel, Skeleton en Creeper. Oeh. Op een fles eten. Het is gewoon creepers. Zout op. Zoutzakken. Au. Oké, terugtrekken, muis in. Oh nee. Need food. So. Een veiligingsrondje. Ja, niks rond mij meer. Alleen. Oh. En die boom daar. Zo. Daar heb je de boom. Oh nee, de boom van gaat lukken. Dan staan de mensen zich eronder. Dat zou ik eerder onder mijn huis ergens moeten doen of zo. Of ergens onder ons. Nou goed, wat er gaat komen, dat weet ik nog niet. Ik ga het wel opnemen. Dus het zou ook nog wel een tijdje kunnen duren voordat er een nieuwe upload is. We zitten toch nu in aflevering 5 of zo. Kijk ik dan ook wel weer even terug. Hey, die sprong ging het net goed. Maar goed, ik ga het muis in en dan kijk ik het even terug. Dus tot zo. Goed, het zijn dus allemaal verschillende tijden. Maar de originele die was rond de 20 minuten of zo. Of 18 minuten of zo. Maar de eerste was rond de 18 minuten. Met de derde. En de tweede die was vooral qua tijd helemaal verkeerd. Want die zat dus bij een half uur. Dus dat klopt dan helemaal niet. Veel klei. Oké, klein neem ik mee. Klei is even belangrijk. Kijk, nu is het nog hoog. En dan weer omlaag. Hoe is het? Snel
Zo. En dit hier. Snel omhoog. Even kijken dan. Dit weer meenemen. Zo. Snel. Zo, en dit meenemen. Nooit omhoog. Ik heb echt snel zuurstof nodig. Zo, en dit hier meenemen, en dit. Stom zuurstof meten. Je dacht dat ze pakken komen waarin je zuurstof hebt. Moet je gewoon een soort zuurstof helemaal. Oké, het is nou op zo'n zuurstoffles. Maar helaas komt het niet in 1.3. Het is wel een leuk idee als het zou komen. Ook handig. Van de waterexpedities bijvoorbeeld. Zo. Dit hier even meenemen. Nou, stom zuurstof. Goed, bij de 20 minuten sluit ik dan wel weer af, dus. Ik hoop ook dat het nou weer nacht wordt. Ik heb nog heel even zin om creepers en zo weg te halen. Goed, ik ga nog even dit hier meenemen. Zuurstof. Oké, dank je voor de zuurstof. Oh ja, en ik ga ook het hele gedoe van Osiris is een bepaalde verwijdering. Ik denk niet dat ik de eerste aflevering met de allernieuwste verbeteringen ga uploaden. Ik denk dat ik het zelfs helemaal overnieuw ga doen. Want nu gebruik ik het nog met een city, maar nou, uiteindelijk ben ik toch van plan om het helemaal te gaan doen met hoe heet die nou? De Emeralds en zo, dat is wel een stuk makkelijker. Ik ben wel uiteindelijk van plan dat ik iets van brood moet kopen of zo. Ja, en dat is lekker toch wel wat handiger als ik. Want nu heb ik natuurlijk die munt midden in City, maar. Ja, dat is denk ik toch. Het is toch niet zo'n succes als ik die graag gebruik. Als ik die blijf gebruiken, dus. Zo, dan dit hier meenemen. Maar goed, vandaar is ook dat ik nog weer een tijdje ga wachten met het hele Osiris gedoe.
Het enige wat ik er wel voor ga gebruiken, dat is een mod en die houdt dan nog wel even op 1.2.5. Totdat ik die mod kan vinden voor 1.3. En dat is de tv-mod. En die komt ook te zien in aflevering 1, dus. Die ga ik namelijk gebruiken voor. Eigenlijk heb ik die al een keer moeten gebruiken. Maar goed, ja. Die ga ik dus wel blijven gebruiken voor de aflevering. Als ik bijvoorbeeld iets moet doen wat over de televisie gebeurt. Maar goed, het is dus niet nacht geworden. Dus ik ga nu terug naar mijn huis en ik weet dat ik nog wel ver van mijn huis vandaan. Maar goed, dan sluit ik zo meteen weer af. Ik weet het, daar zit dan weer een gat. Er zit al de hele tijd, dus ik ben er ook nog een keertje in geweest. Die beest hier zijn er ook weg. Dan zie ik jullie eigenlijk graag bij de volgende aflevering weer. Tot dan!